In de reeks van felicitaties van buitenlandse staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders ontving president Chandrika Prasad Santokhi dinsdag 22 juli ook bericht van koning Willem-Alexander uit Nederland. De koning feliciteerde de president met zijn verkiezing en wenste hem veel succes toe tijdens zijn ambtsperiode. Hij sprak ook zijn warme belangstelling uit voor Suriname. De sterke historische band tussen onze landen en de maatschappelijke verwevenheid van onze beide samenlevingen zijn bijzonder en koester ik. Aldus Willem-Alexander in zijn felicitatieboodschap. Hij heeft er vertrouwen in dat het Koninkrijk en Suriname zullen samenwerken in een geest van vriendschap, wederzijds begrip en respect. En dat de bilaterale relatie zich de komende jaren positief zal ontwikkelen.